zijn onderweg naar een geleide vuilniswagen in Rotterdam. Zijn dat hij zijn aandrijf vast heeft gebroken. Dus, even kijken welke kant hij is gebroken. Of we hem nog los moeten halen of niet. Dus we gaan wel weer zien hoe we het meekrijgen. Want vaak is dat best wel zwaar. Dus als je hem, zo'n ding moet je meestal optillen. Hij heeft vaak geen VDZ-systeem. Dus, misschien of dat gaat lukken en of ik dan nog een beetje kan sturen, maar dat gaan jullie zo zien. Dus ik zie jullie daar. Nou, eens even kijken waar die staat hoor. Hier ergens zou het moeten zijn. Daar waar die was opgegeven, daar staat hij niet. Ik zoek maar rot. Het zou op een klein bruggetje, over een bruggetje Volkstuin, weet ik het wat. Dus het bedrijf heeft gebeld, maar die wist het ook niet helemaal zeker. Dus er komt nou een chauffeur aan en die gaat me laten zien waar die staat. Het schijnt nog een beetje lastig te zijn, dus we gaan het wel weer meemaken. Dat is degene waar we achteraan rijden, dus... Hier naar beneden. En dan komt de uitdaging. Daar achteruit, maar wel tussen de paaltjes door. Maar hij staat helemaal achter op het terrein. Oké. Dat gaat nooit lukken, denk ik. Dat denk ik ook niet, hè. Kijk hoe de situatie daar is. Ja, kijk, hier achteruit kom ik wel. Meer op dit stukje. Als je net voorbij bent, lukt het wel. Alleen gaat misschien nog wel, maar als ik hem er straks achter heb, dan wordt het probleem. Dat dus. Dat was dus ook mijn zorg. Dat ik dacht van ja, dat is leuk. Dan komen we tot hier en dan. Ah. Ja, misschien sleepstang en dan... Want sowieso, als ik achter jou vast zit, dan gaan we die draai nooit kunnen maken. Nee. Ja, ik probeer er eerst even op te komen. Dan kijk ik wel even of we met een sleepstang, dat jij erin zit, om te sturen. Dat zou dan de betere optie zijn.
Oké. Okay. Spitsuur. Wel. Zo wel. Maar dan moet jij straks in die zitten. Waar zouden jullie hem neergooien? Ridderkerk. Oh, ik moet helemaal tot Ridderkerk mee. Nee. Ja. Thank you.
6 ton? Oh. Dat valt mee. Als jij hem dan even omhoog houdt, dan rij ik naar achter. Ja, zit hij. Andere vastje loshalen. Als je nou aan de andere kant breekt, dan hoef je hem niet los te halen. Ja, zeker. Ja, ja. Je verzint het niet. Je verzint het niet, hé. Kijk, ik had misschien niet gedaan waar ze gereden. Ik weet het niet meer. Ik moet altijd net op de weg blijven. Hij moet door. Hij moet blijven. Daarom is het prachtig. Voor even starten en dan.
voor jou? Nou, ik denk die voor mij meer hoor. Nou, hier moeten we naar links zo dadelijk dan, hè? Gewoon proberen. Hè? Natuurlijk weer niet, hè? Maar ietsje naar achter nog. Weet je dat die kan sturen? Handrem.
een stukje naar voren, ja. Oké, handrem los. Wat een gedoe. Nou, doen we nou die stang er weer tussen en dan, dan kunnen we hem daar ergens neerzetten. Kijk even een stukje naar achter. Ja toch? Right. Hier nog een heel uurtje naar voren en dan.
grote ronde. Heel ruimte om die vorkjes eronder te krijgen. Zeker, zeker. Bedankt in ieder geval. Het zijn altijd vacatures vrij. In de berging sowieso. Sorry? Even niks zitten, moet even weg dan. In onze bedoel je? Ja, daar zit ik zelf ook op. Zit je daar ook op? Ja, het is... Iedereen zit erop. Huh? Iedereen zit erop. Het is een wisselauto. Die zware wel, ja. Ja, oké. Okay. Hey, ja, daar hebben we er maar twee van. We hebben gewoon meerdere poppetjes, zeg maar. Ja. Maar we rijden ook gewoon allemaal licht. Dus oh, okay. We hebben allemaal licht en vaste auto's, ja, zeg maar. Alleen zware volgen. Huh? Jij? Lekker, hè? Ja, goed. Ja, die rijdt wel lekker, hoor, die FMX. Dat is waar. Ja, die rijdt zeker lekker. Ja, dat is een mooi ding, hoor. Maar toch rijd ik liever met deze. Ja? Ja. Wat je gewend bent. Ja, ik ben deze meer gewend. Ja, die heeft wat meer afdruk met zo'n zware ding, weet je wel. Ja, dat soort dingen. En ik weet gewoon alles te liggen en te werken. Ja, zeker. Maar die andere rijdt wel echt veel lekkerder. Dat is gewoon echt zo. Ik zweef het over het asfalt. Die luchtvering ook. Ja, luchtvering helemaal. Maar dat is, met laaien zo is dat niet altijd... Ja, oh ja. Is dat niet altijd fijn, moet ik zeggen. Maar... Zo, het rode dopje in. Oké. Okay. Gaat de rem er niet op. Als je geen lucht meer hebt. Links, rechts. Nou, kunnen we gaan. Heel. Even de handjes wassen.
Dat was wel weer een flinke uitdaging om hem daar weg te krijgen. Wat een krappe plek, joh. Ik denk op een sleepstangetje. Misschien, het ging gewoon niet. Trok de straatstenen tegen eruit. Bijna tegen een paaltje aan. Dus ja, toch eruit geleerd. Ja. Even op de sleetzaam verder en daar verder op de vorkies. En daarna naar de MN-dealer gebracht, in de kerk. Buiten voor de roldeur neergezet, zodat ze morgen zelf naar binnen kunnen trekken. Want daar was gelaaid met vuilnis natuurlijk, het gaat lekker stinken. Dus we zijn weer op de terugweg en gauw naar huis en douchen, want ik was lekker zwart. Zie je bij de volgende.